kijken. We zijn nog even in de Alexa-baai en daar zien wij Coaster Slow aankomen. Coaster Slow. Met haar schipper. Elwood, de bus. Ik zal proberen een beetje dicht stil te houden. Elbert heeft het stuur op de riem inderdaad geoefend op diep water. En kon volledig onder controle de baai binnenvaren. Waarbij natuurlijk ook handig gebruik is gemaakt van het feit dat de eerste dreil opgeduwd kan worden. Zodat het schip niet zo loefgierig is. Ook de fok is weg. Zodat alle handen vrij zijn. Volledig met de navigatie in het ondiepe vaarwater bezig te houden. En natuurlijk ook snel op te kunnen doeken. Hey, goedemorgen. En alles volledig beheerst en onder controle. Aankomst Alexa bij Coaster Slow.